Welkom bij de speciale beweegworkshop voor jullie patiënten van Jeroen Bos Ziekenhuis. Ik ben Olga Commandeur, jullie kennen mij wel van Nederland in Bewegen. Het gaat dus ook over bewegen. Ik ga de workshop niet alleen geven, ik ga hem geven aan de mensen die achter mij staan. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat jullie ook meedenken en natuurlijk lekker meedoen, hè? Ik heb Teun, ik heb Annemarie en ik heb Yvonne meegenomen. Zij gaan lekker meedoen en het is een voorbeeld. Toon zit op een stoel, maar hij kan ook perfect staan. Dus alle oefeningen die je zittend mee wil doen, doe je lekker zittend mee. En denk je van nou, ik kan net als Toon gaan staan, dan mag je ook gaan staan natuurlijk. Geen probleem, ook liggend in bed. Kijk wat je wel kan en niet naar wat je niet kan, hè. Want ik probeer jullie een beetje uit te dagen straks. Ga zo ver als je zelf kunt en als je zelf wilt. Niet verder dan dat, maar probeer jezelf wel een beetje uit te dagen. Want bewegen, daar gaat het om, hè. Bewegen, dat is ontzettend belangrijk. En ik ga het gelijk vragen aan mijn mensen achter mij. Van waarom is bewegen nou zo belangrijk? Roep eens wat. Nou, ik krijg er energie van. Je krijgt er energie van, hoor ik hier. Ja, dat is ook zo. Het kost energie, maar je krijgt er energie voor terug. En als we dan kijken op het lichaam, waar is het speciaal goed voor bewegen? Voor van alles, ja. Het is belangrijk. Het is heel goed voor je totale gezondheid. Nou, ik ga zelf een voorzetje geven. Het is belangrijk voor je spieren. Nou, we gaan gelijk eventjes beginnen. Het eerste deel van de workshop gaat over spieren. Maak eens even spierballen. Kijk, ik heb geoefend. Ik kan al balletjes krijgen. En hoe doe je dat spierballen maken? Je knijpt in je vuisten en dan probeer je die vuisten naar je schouders te trekken. Maar met je eigen spieren hou je dat tegen. Kijk, en dan bollen die spieren op, hè? Voel je dat? Nou, knijp nu eens. Ook eventjes meedoen thuis, hè? Of in het ziekenhuis als je daar bent. Knijp eens in die spierbal. En knijp ook eens in de andere spierbal. En dan mag je best even voelen welke van die twee het sterkste voelt. Is dat je linker? Kijk, dat is de linker. Of is dat je rechter? Kijk even bij jezelf na. Ga bij jezelf na. Hier, welke van jullie voelt het sterkst? Wie zegt links? Links. Links? En bij jou? Rechts, hè? Hoe komt dat? Zijn jullie links? Ik ben links. Nou, kijk. Als je links bent, voelt je sterker, de linker waarschijnlijk sterker. Ben je rechts, voelt de rechter het sterkst. Denk je, het is een inkoppertje, dat is het ook. Dus iets wat je meer gebruikt, ontwikkelt zich ook meer. Ik maak je bewust, hè, wat bewegen met je lijf doet. Knijp nog eens in de dikste spierbal, de sterkste spierbal. En voel nog maar eens goed, want over 3 maanden zit deze spierbal er niet meer. Bij mij niet, bij jullie niet. Maar ook bij jullie niet. Deze spierbal zit er niet meer. Wat zit hier over 3 maanden wel? Wie weet dat? Wat zit hier over 3 maanden wel? Zal ik het maar zeggen? Vet. Vet hoor ik hier. Nee, nou, nee. Over 3 maanden zit hier een compleet nieuwe spierbal. Bij jullie ook? Mensen weten dat eigenlijk niet. Het is een spier bestaat uit spiercellen, net als je huid, hè, die bestaat uit huidcellen. Ik ben nu een beetje bruin, ik heb in het zonnetje gezeten, maar over 2 weken dan gaat deze bruine laag eraf, die cellen die gaan eraf en dan zit er weer een nieuwe laag cellen onder. Nou, met je spieren in je lijf, en dat geldt voor alle beweegspieren, de cellen breken zich af en die bouwen zich weer op. En in 3 maanden tijd zijn alle spieren in je lijf een keer vernieuwd. En dan denk je van, ja, hoe werkt dat dan? Nou, dat gaat heel mooi. Het lichaam regelt dat helemaal zelf. Maar het geeft mogelijkheden. Die nieuwe cellen, als je daar niets mee doet, bijvoorbeeld als je in het gips komt te zitten of als je op bed belandt, hè, na 3 maanden tijd, al die nieuwe cellen, als die niks gedaan hebben, heb je zulke slappe beentjes en armen. Zo dun. Dat zie je al na 6 weken gips. Die cellen zijn wel teruggekomen, maar een beetje halfbakken zo van je vraagt niks van me. Nou, dan hoef ik ook niks te doen. Ga je daarna ongeveer weer je normale patroon bewegen, dan komen ze ongeveer gelijk terug. Maar ga je een beetje krachttraining doen, ga je iets vragen van die spieren, dan denken die cellen, potverdikkie, er gebeurt wat. En voor de zekerheid komen ze een stukje sterker terug. En dat geeft mogelijkheden, want dat gaat eigenlijk je leven lang gaat dat door. Dus daar is bewegen goed voor. Ga maar trainen. Ga maar iets doen. En dan hebben we straks ook een mooie toeltje voor een elastiek. Dat is al een mooie manier om krachttraining te doen. Of
krachttraining kun je ook met je eigen lichaamsgewicht doen natuurlijk, hè. Zit-sta oefeningen ga ik straks ook doen. Dus je eigen lichaamsgewicht. Nou, bewegen is dus goed voor je spieren. Het houdt je spieren intact. Het houdt je spieren sterk. Het houdt je vaardigheden intact. Want spieren moet je ook trainen om op de juiste manier te bewegen. Dus dat is ook weer belangrijk. Daarom is bewegen ook goed. Bewegen is ook goed voor je botten. Wist je dat? Wat gebeurt er als je niet beweegt met je botten? Dan krijgen je botten geen prikkel om sterker te worden. Botten, dan denk je van nou, dat is sterk materiaal. Hè? Als je bijvoorbeeld, dat is een beetje luguber, maar als je 10 jaar nadat iemand is overleden in het graf zou kijken, dan liggen die botten daar nog natuurlijk. En dan denk je van nou, daar is niks aan veranderd. Maar botten, die worden brozer als je ze niet gebruikt. Botten hebben een bepaalde structuur. Als je botten niet belast, dan gaat die structuur een beetje flubberen. En als je dan valt, breek je ook sneller wat. En botten, die worden sterk door welke stof? Kalk, calcium, inderdaad. Maar het bijzondere van calcium naar de botten is, daar hebben ze een vitamine voor nodig om bij de botten te komen, het calcium. En welke vitamine is dat? Vitamine D. Ooit van gehoord? Sterke botten, vitamine D. Vitamine D zorgt ervoor dat het calcium bij je botten kan komen. En het bijzondere van vitamine D is dat het een vitamine is die alleen in vet oplosbaar door het lichaam getransporteerd kan worden. En daarom zit vitamine D zit in boter, in margarine wordt het toegevoegd, vette vis zit het in. En waar zit het nog meer in? Ooit van de zon gehoord? Ja, nou, het zit niet in de zon, maar als de zon schijnt, even lekker je mouwen opstropen, je gezicht blootmaken, absorberen, lekker in het zonnetje gaan zitten, dan gaat je huid onder invloed van zonlicht zelf vitamine D aanmaken. Nou, en die vitamine D, dat is heel belangrijk om te zorgen dat het calcium bij de botten kan komen, om je botten sterk te maken. Maar je botten moeten om calcium gaan vragen. En die maak je sterk door te bewegen. En wat is nou een goede manier om je botten te belasten, om je botten te bewegen, zodat ze om calcium gaan vragen? Wie weet dat? Lopen, sowieso. Maar voornamelijk de schokbelasting. Dus dit zo zachtjes lopen, ja, het is wel goed. Maar eigenlijk stap maar een beetje door en een beetje stampen. Dat is eigenlijk goed voor je botten. En ook klappen. Daarom doen we heel veel klapspellen met mensen die vaak wat ouder worden. Ook met kinderen worden heel veel klapspellen gedaan. Een beetje hardlopen, een beetje rennen. Lukt dat nou niet? Kijk dan zelf, wat kan ik wel doen om mijn botten te belasten? En ook daarvoor is weer je eigen lichaamsgewicht tegen de zwaartekracht inbewegen. Zit-sta oefeningen op een stoel is hartstikke goed. En een hele mooie beweging is tegen de zwaartekracht inbewegen. Dat is traplopen. En wat doen we allemaal als we wat ouder worden? We gaan gelijk vloers wonen. Omdat we dan geen trappen meer hoeven te lopen. Kun je ook niet vallen. Nou, het bijzondere is, van als je niet meer trap loopt, dan raak je die vaardigheid ook een beetje kwijt. Dan word je angstig om trap te gaan lopen. En dan ga je steeds minder trap lopen. En juist trap lopen is het allerlaatste wat je op moet geven. Je hebt overal waar je komt obstakels. En traplopen is goed voor de spieren, omdat je grote spiergroepen gebruikt met traplopen. Het is goed voor je botten, omdat je tegen de zwaartekracht inbeweegt. En traplopen is goed voor je conditie, want je gaat er een beetje van hijgen. Nou, en dat is ook weer goed van bewegen, dat je er een beetje van gaat hijgen. Want waarom ga je hijgen van bewegen? Wie weet dat? Je hartslag gaat omhoog. En daar weet Toon alles van, want die moet zijn hart een beetje trainen weer, hè? Na wat je hebt meegemaakt. Nou, dus je hartslag gaat omhoog. Hoef je niet bang voor te zijn, want je hart is ook een spier. En die moet je ook trainen, die moet je ook weer trainen. Vertrouwen je lichaam terugwinnen. Dus geleidelijk aan je hartslag weer wat opvoeren door weer iets te vragen van je lichaam. En zodra je grote spiergroepen gaat gebruiken, dan ga je al een beetje hijgen. En ik durf te wedden dat iedereen die vanuit rust zo de trap op gaat lopen, dat je gaat hijgen. Ik ook. Als ik de trap op ga lopen, ga ik hijgen. En dat komt
omdat heel veel spieren in één keer om zuurstof gaan vragen voor de verbranding. Want spieren hebben brandstof nodig en daar ga je van hijgen. En dat is alleen maar goed. Het houdt de aderen schoon en je hart wordt erdoor getraind. Dus bewegen is daar ook goed voor. Goed voor je conditie. En bewegen, en dan kom ik even bij het laatste onderdeel wat ik wil bespreken daarin, is goed voor je. Je hersenen. Wat doet bewegen met je hersenen? Wie weet dat? Nou ja, alles bewegen gaat natuurlijk via je hersenen en weer terug, hè? Via de wervelkolom naar de spieren en weer terug naar de hersenen. Zelfs kijken naar bewegen, dat geeft al activiteit in de hersenen en signalen naar je lichaam toe. Dus zelfs kijken naar bewegen is al goed. Dus lig je nu in bed en kun je helemaal niets doen, blijf gewoon kijken en in je hoofd toch proberen om een beetje mee te doen, want dat helpt ook al. Met name die frontale kwab die wordt geactiveerd met bewegen. Die wordt verhoogd in de doorbloeding. Als je Erik Scherder kent, hè, die neuroprofessor, die zegt ook van bewegen, want het is goed om die frontale kwab te activeren. Waarom is die frontale kwab zo belangrijk? Ja, dat is dat is belangrijk om met name je geheugen intact te houden. Mensen die de neiging hebben om al wat dementie te ontwikkelen, als je gaat bewegen, dan ja, houdt het de dementie nog een beetje buiten de deur. Het verzacht het ook, het houdt je alerter. En het is natuurlijk goed, want je hersenen verbruiken ook heel veel zuurstof en energie. Dus die moet je ook lekker blijven doorbloeden. Dus kijken naar bewegen is al goed. Bewegen zelf is goed voor je botten, voor je spieren, voor je hart, voor je conditie. Kortom, bewegen is goed voor je algehele gezondheid. En is bewegen ook goed om af te vallen? Dat krijg ik ook altijd te horen. Nou, wat denk je? Denk het wel, ja. En toch bewegen draagt maar een heel klein beetje bij aan afvallen. Het hoort bij het totale beweegpatroon van de dag, wat je door de dag heen verbruikt. Maar als je af wilt vallen, zul je echt op je voeding moeten letten. Uitgebalanceerde voeding, iets minder eten en dan zul je merken dat je afvalt. En bewegen, ja, bewegen, dat is echt het belangrijkste voor je gezondheid. Ik wil je daar iets bij laten voelen, want bewegen is natuurlijk goed, maar goed bewegen is beter. En nogmaals, het maakt niet uit wat je doet, als je maar iets doet, hè. Want, oh ja, nog één dingetje. Hoeveel moet je nou bewegen op een dag? Wie weet dat? Wat is de nationale norm gezond bewegen? Een half uur per dag. Een half uur per dag, 30 minuten per dag. En er hoort een extra termpje bij. Matig intensief bewegen. Wat is matig intensief bewegen? Flink doorlopen. Flink doorlopen, ja. Fietsen, wandelen. Huishoudelijk werk. Weet je wat de kenmerk van matig intensief bewegen is? Dat is al het bewegen waar je een beetje van gaat hijgen. Want je lichaam gaat om zuurstof vragen. Dus heb je net wat hartproblemen gehad, dan ga je waarschijnlijk al heel snel hijgen. Dan is dat voor jou al matig intensief bewegen. Ben ik een hele dikke dame en ik moet naar de deur wandelen? Ja, dan ga ik al hijgen als ik naar de deur moet wandelen. Dan is dat voor mij al matig intensief bewegen. Maar ben je een slankere, fitte dame? Ja, dan zul je flink de pas erin moeten zetten om matig intensief te bewegen. Dat niveau ligt voor iedereen op een ander niveau. Dus ga bij jezelf na waar jij van gaat hijgen. Waar ga jij van hijgen? Nou, traplopen. Ja, en jij? Ja. Traplopen. Hetzelfde. Hetzelfde, traplopen. Nou, dat is inderdaad een prachtig voorbeeld. Dus ben je de vaardigheid voor traplopen een beetje kwijt? Vind je het eng? Let dan op de volgende oefeningen, want ik ga je echt helpen om het vertrouwen in je lijf terug te laten krijgen, waarbij het traplopen ook weer beter gaat. Jullie staan hier nu allemaal prachtig. Als je kunt staan, mag je gaan staan, want ik wil even iets met jullie gaan doen, een testje. Wij staan hier, maar het kan ook zittend op de stoel, hè? Je mag het ook voordoen op de stoel, Toon, als je wil. Ja, maar kom even op de punt van de stoel zitten, dan laat je het even zien hoe de mensen. Hij heeft het niet nodig, maar iets naar voren, hartstikke goed. Ga nu eens zitten of staan, achter mij ook, alsof je heel oud bent. Hoe staan oude mensen?
Ja, inderdaad, een beetje voorover. Niet heel erg, maar een beetje voorover. Die hangende schouders, alles hangt los. Til nu eens twee armen op. Ook een testje voor thuis, hè, voor in het ziekenhuis waar je bent. Hoe voelt dit? Achter me, hoe voelt dit? In die oude houding voelt dit goed? Armen optillen? Het is wel zwaar. Het voelt zwaar. Inderdaad, het voelt zwaar. We gaan nu naar 40 jaar jonger. Dat doe je door je kin in te trekken alsof je verbaasd bent. Van wie ik zo intrekken. Schouders omlaag, iets naar achteren, je handen open. Dus doe het niet helemaal overdreven. Dit maar zo, kin in. En breng nu eens die handen die zo staan, zo schuin naar voren omhoog. Voel je het verschil veel lichter, hè? Nog een keer naar die oude houding. Dus die schouders naar voren hangen. Til je schouders eens op, zo. Je armen optillen, heel zwaar. Nou, 40 jaar jonger, kin in alsof je verbaasd bent. Schouders laag, iets naar achteren, handen open. En dan breng je handen omhoog. Kijk, dat gaat veel makkelijker, hè? Schuin voorwaarts omhoog, Toon. Schuin naar voren zo, schuin naar voren. Ja. Huppatee, kijk, dat gaat veel makkelijker. Nou, we hebben niet alleen armen, we hebben ook benen. Dus gaan we even naar die ingezakte houding. En til dus been voor been op. Dan voel je ook dat dat looig is. Voel je dat? Het is een beetje zwaar. 40 jaar jonger, kin in alsof je verbaasd bent. Schouders laag, iets naar achteren. En til nu eens je benen op, afwisselend. Voel je veel lichter, hè? Nou, voel even mee met mij. Welke spieren span je aan van die inactieve houding die we net hadden naar de actieve houding? Welke spieren? Roep eens wat achter me. Rugspieren en? Schouders en? Je buik. Want je trekt je kin in, dan voel je ook je buikspieren, toch? Ontspannen maar. Heel goed. Dus eigenlijk je buik- en rugspieren, de spieren waar je moeder vroeger een korset om droeg. Vroeger was dat zo. Moeders hadden heel veel kinderen in die buik gehad. En werd er een korset omheen gesnoerd. Ook bescherming van de wervelkolom, want ze moesten alles op de hand wassen. En daar diende zo'n korset voor. Om ja, een beetje steun te geven. Maar als 's avonds dat korset uit mocht, wat gebeurde er dan met het lichaam? Floep, moeder zakte in en kreeg juist last van de rug. Mensen die last van hun rug hebben, als je vanaf nu die actieve houding erin houdt met bewegen, heb je nooit meer last van je rug. Echt. Althans, garantie heb je niet, maar de kans dat je last van je rug krijgt is aanwezig. Ik had vroeger ook altijd lage rugklachten. En sinds ik weet dat je met een actieve houding dat kunt voorkomen, buik- en rugspieren aanspannen, ook als je ligt. Probeer het maar eens, je kin in te trekken, buik- en rugspieren aanspannen, ook als je zit. Je hoeft het niet helemaal overdreven te doen. Schouders mogen een beetje laag hangen. Heel goed. Kijk, dat is een goede actieve houding. Laat het nu eens los, die houding. Ja, dat voel je al, hè. Dit is, dan denk je, is wel lekker ontspannen. Maar je wordt hier moeier van dan van die actieve houding. Ik laat nog één ding zien. En dan gaan we echt naar het bewegen. Want jullie mogen ook even meedoen zo, hè. Kijk, ik ga mijn actieve houding, laat ik los. Nou, als ik zo vandaag binnen was gekomen bij jullie, had je ook gedacht van, jezus, die commandeur. Maar ik heb eigenlijk altijd mijn lichte buik- en rugspieren aangespannen. En waarom is dat? Dat is omdat goed bewegen beter is. Kwaliteit van bewegen. Met een actieve houding kun je je voeten wat makkelijker optillen. Je armen gaan makkelijker omhoog. En je loopt gewoon makkelijker en stabieler. Kijk, als ik hem uitdoe, dan krijg je dit loopje. Dat kennen jullie, hè? Een loopje van iemand die heel oud is, die vermoeid is, niet helemaal lekker in zijn vel zit, maar ligt er nu wat op de grond. Ja, je valt en je struikelt gelijk omdat je zwaartepunt ook naar voren hangt en omdat je je voeten bijna niet op kunt tillen. Dus je struikelt, je valt veel sneller. Met die actieve houding, het hoeft niet eens overdreven te zijn, maar licht actieve houding, kun je je voeten wat makkelijker optillen. Dus je struikelt veel minder snel. En mocht je toch struikelen, dan heb je houvast aan de voorspanning van je buik- en rugspieren. Je kunt sneller reageren. Je zwaartepunt zit boven je steunpunt. Dus je valt ook veel minder snel. Dus die actieve houding gaat je echt helpen om makkelijker door het leven te gaan. Ook als je gaat wandelen buiten, op een gegeven moment denk je van, ik word moe. Ga je er steeds meer voorover. Denk je eraan van, oké, even de kin intrekken. En dan gaat het al een stuk makkelijker. Moet je maar eens gaan proberen. Echt waar. Nou, met die actieve houding gaat het bewegen daarna ook veel makkelijker. Het zitten, staan, het traplopen.
Alles gaat makkelijker. Traplopen ook. Zijn heel veel mensen geneigd om naar de trap te gaan kijken. Kijk, dan krijg je die inactieve houding. Dan wordt traplopen, moet je aan de armen omhoog trekken. Nee, traplopen ook. Met de actieve houding. Vanuit je ooghoeken naar beneden kijken. Dan kan je ook bewegen. Ook achter je rollator. Heel veel mensen hebben een rollator. Die worden instabiel. Gaan achter de rollator staan. En juist achter de rollator gaan ze ook een beetje hangen. Ga je juist vallen. Ook achter je rollator, met die actieve houding, proberen tussen je handen, tussen je rollator te lopen rechtop. En dan heb je een dubbele houvast aan je actieve houding en aan je rollator. Dus je valt ook veel minder snel. Nou, dat zijn allemaal puntjes die je mee kan nemen. Kijk het nog maar een keertje terug, want dat kan natuurlijk altijd, hè, dit filmpje terugkijken. Ga er maar mee oefenen. Buiten wandelen, in de gang wandelen, met of zonder rollator, keertje stukje lopen. Met de inactieve houding of juist met die actieve houding. Kin in, schouders licht naar achteren. Je zult merken, het gaat veel makkelijker. Ik ga een paar mooie oefeningen geven straks. Om de schouders een beetje naar achteren te krijgen. Om de buik- en rugspieren aan te spannen. Om je bovenbenen te gaan trainen. Daarvoor gaan we nu beginnen. Kom even staan met je voeten iets uit elkaar. En ik zou zeggen, weet je, wij pakken er ook even een stoel bij. Want dan kunnen we ook die stoel goed laten zien. Hoe je dat doet. We gaan straks nog op muziek bewegen hoor. Maar kijk, je zet de stoel achter je. En dan zet je de voeten zet je tegen de binnenkant van de stoelpoten aan. Tenen wijzen iets naar buiten. En dit is een actieve houding. En de stand van de heup is zo lekker om heel goed te gaan zitten en staan. Nou, kin in alsof je verbaasd bent. Buik- en rugspieren aanspannen. En dan hou je je kin ingetrokken en dan knik je alleen in de heupen. Je knikt alleen in de heupen zo, naar voren. En je komt weer terug. Dus je knikt eigenlijk met zo'n rechte rug. Doe eens mee met mij. Rechte rug en terug. Toon, jij knikt vanuit je rug zo naar voren. Buik- en rugspieren aangespannen houden, hier knikken. Met je billen naar achter. Met je billen naar achter knikken. Niet met je hoofd naar voren. Kin inhouden. Zo hier. Alsof je achter je op de stoel wilt gaan zitten met je billen. Ja, kijk. Nu is het beter. Voel je hem? Dit is echt zo beter. Dit is de manier om met de buik- en rugspier aangespannen te bewegen. Ik ga even helpen hoe je dat kunt oplossen. Maak eens pistolen. Dat is een hele leuke oefening. Even pistolen maken. De wijsvingers die zet je op een heupbot. Hier aan de onderkant. Hier, heup, hier zit je heupen. Hier, laag. Ja, voel je heup? Harde bot? Ja, ja. Ietsje lager misschien nog? Lager, lager. Ja, je heup voelen. Voel je heupbot? En dan je duim zet je op een onderste rib. Duim op een onderste rib. Nou, overbrugt je duim en je wijsvinger overbrugt het onderste stukje van je rug. Nu zet je je schrap, dus je buik- en rugspieren aanspannen. En nu knik je voorover, dan mag je pistool niet kleiner worden. Billen naar achter. Kijk, billen naar achter. Knik in je heupen. Juist. Voel je hem? Dan wordt je pistool niet kleiner. Dan weet je dat je het goed doet in je onderrug. Voel je hem, Toon? Ja, hè? Ja. Voel je hem? Oké, knik nou eens vanuit je rug naar voren. Dus zo naar voren wordt je pistool kleiner. En dan pak je een vetrolletje hier in je pistool. Dat is dus niet goed, hè? Dus schouders omlaag, kin in, billen naar achter, zo knikken. En dan knik je goed. Nou, dan gaan we met de voeten tegen de hiel, of de hielen tegen de stoelpoten aanstaan. Kin in, schouders laag, iets naar achter. Je pistolen, dan zet je je schrap. En dat kun je doen met je rugspier aanspannen. Door even tss te doen, dan span je je rugspier aan. Doe eens mee. Tss, tss, tss. Nee, niet inademen, uitademen. Tss, tss, naar je rugspieren toe. Dan voel je rugspieren. In gedachten hou je dan je rug- en buikspieren vast. Komt-ie. Tss, hou ze vast. Dan zet je je schrap, hè. En dan ga je heel langzaam zo. Zonder dat je naar je stoel kijkt, ga je heel langzaam zitten op de stoel zonder plof. Lukt dat? Ja, 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 ja. Oeh, dat klein plofje aan het eind. Maar hij was er bijna. En oké, nou gaan we weer zo. Knieën uit elkaar, want ik kan de buik ertussen. Hè. Dan kom je naar voren, naar voren, naar voren. Tot je voelt het lichaamsgewicht naar de bovenbenen gaat. En dan ga je heel langzaam staan, zonder af te zetten met de billen. Oké, laat zien, nog een keer. Kin in. Buik- en rugspieren aanspannen. Ja, kom maar naar billen naar achter. Billen naar achter, zonder plofje gaan zitten. Zonder plofje gaan zitten. Ja, wow, die was wel beter. Knieën uit elkaar, rond naar voren. Lichaamsgewicht gaat naar de bovenbenen. En zonder af te zetten, met de billen ga je staan. Waar voel je dit?
Waar voel je dit? Doe je thuis ook mee? Waar voel je dit? Of in het ziekenhuis, waar je, bij de stoel? Bovenbenen, ja. Dit is een hele mooie manier om je bovenbenen te trainen. Het is het begin van het squatten. Nou hebben we eigenlijk nog een vervolgplan. Want hier zitten ook wervels. Hè? Die moet je ook stabiel houden in je hals. Dus die hals moet je niet naar beneden kijken. Maar die moet je ook stabiliseren. Dus we maken nog 2 pistolen. Laatste oefening. En dan gaan we echt naar de muziek toe. Eentje zet je met de wijsvinger op je heupbot. En een duim op je onderste rib. Deze mag niet kleiner worden als je gaat zitten. En de andere hand zet je met de duim op je borstbeen. En de wijsvinger op de kin die je ingetrokken hebt alsof je verbaasd bent. Nou mag bij het zitten deze niet groter worden. Hè, want heel veel mensen hebben de neiging om zo te gaan zitten. Nou, als ik zo omhoog zou komen, kom ik daar naartoe. Dus deze mag niet groter worden. Die gaat blijven met zitten gelijk. En deze mag niet kleiner worden hier in de zij. Ja, ga ik nog 1 keer proberen. Het is een oefening. En heel leuk om te proberen met een stoel. Hè? Dus vastzetten. Even jezelf schrap zetten. Wel blijven ademhalen natuurlijk. En dan ga je zitten zonder dat je pistolen kleiner worden. Heel zachtjes, zonder plof. Perfect. Nou, en dan kom je weer naar voren. Tot je lichaamsgewicht naar je benen gaat. En dan ga je heel langzaam staan. En dan mag je weer gewoon ademhalen. Je bent geneigd om het vast te houden. Nu voel je heel goed dat je je bovenbeenspieren gebruikt. Hè? Met een stabiele buik- en rugspieren vasthouden. Zullen we met oefenen de stoel weer even aan de kant zetten? Of mag die blijven staan? Ik kijk even hier naar de redactie. Mogen ze blijven staan of aan de kant? Ze mogen blijven staan. Haal ik hem ietsje naar achter voor de ruimte. Er ligt nog iets op. Dat gaan we straks misschien ook nog gebruiken. Ik stel voor, start de muziek maar. En dan gaan we gewoon heerlijk bewegen. Op de muziek. Niets moet. Alles mag. Ik ben net als op de tv jullie spiegeltje. Ga die kant op, ga je mee. En de andere kant. Stappen maar. Ja hoor. Gaat het te snel? Mag je hem ook iets rustiger doen, hè? En let op de actieve houding. Kijk eens even, dat ziet er goed uit. Fantastisch. Kleine zijstaptik. Ik doe het klein. Heb je meer ruimte? Gaat het goed? Mag je iets ruimer, hè? Kijk wat jij wil. Let op de actieve houding. In plaats van de tik, hak naar voren. Komt-ie, hak naar voren. En klap in de handen. Klap is goed voor de botten, hè? Hebben we net verteld. En ook met de hak is goed. Even aantikken weer. En dan gaan we zwaaien van de een naar de andere kant. Armen omhoog, dat gaat ook goed. Met de kin ingetrokken. Gaat het niet, doe je de handen wat lager. Dat is altijd goed. Klappen maar weer, hak voor. Het is een warming up. Kijk wat bij jou past. En zwaaien. Zwaaien maar. Maakt niet uit wat je doet. Als je maar lekker beweegt. En even stappen. Op de plaats. Afwisselend. En knieën omhoog. Ook weer. Blijf groot. Duik en rugspieren aanspannen. Als het gaat, neem je handen maar mee omhoog. Juist. Ook als je op bed ligt. Knie voor knie even omhoog. En anders doe je het alleen met je tenen. Dat mag ook. Hartstikke goed. En we gaan weer even naar een zijstaptik. En spierballen maken. Doe maar mee. Kijk, maak maar spierballen. Knijp in de vuisten. En breng de vuisten naar de schouders. Ook de armen een beetje warm maken. Op 4, 3. Knieën en handen omhoog. Ja, ik zei het al, ik daag je uit. Maar blijf op je eigen manier bewegen. Wat bij jou past. En de spierballen, komt-ie. De spierballen. Terug naar de klap voor. We gaan ze lekker achter elkaar plakken. En dan kregen we het zwaaien. Zwaaien maar. Ietsje lager of hoger als het lukt. Handen en knieën omhoog. 4,
drie. En de spierballen. Maak ze maar, die spierballen. Komt-ie. Van laag naar je schouders toe. En even los. Nou, bewegen is ook goed voor de hersenen. Rustig aan, Red Hoon. Het gaat goed hoor. We gaan 8 bewegingen maken. Ik begin met de eerste 4. En ik doe er steeds eentje bij. Heel makkelijk. Dit is 1. Dit is 2. Dit is 3. En dit is 4. Nou, dit zijn de eerste 4. Dus schouder, schouder, heup en heup. Nummer 5 komt erbij. Dit is 1. Dit is 2. Dit is 3. Dit is 4. Nummer 5 is 2 op het half. Onthoud ze. Nummer 6 komt erbij. Goed dat je het op de stoel voordoet, hè, want er zijn ook kijkers. Op 1. En 2. Ja, het gaat gewoon door, hè. 3. En 4. Je ziet het. Ik ben erbij aan het stappen. 5. Nummer 6 is 2 op de navel. Onthoud ze. Nummer 7 komt erbij. Wat was 1? 1. 2. 3. En 4. Nummer 5 is op het hoofd. Nummer 6 op de navel. Nummer 7 op de knieën. Wat zal 8 zijn, denk je? Dus 1. 2. Je mag erbij blijven stappen, maar je mag ook stilstaan, hè? Dat mag altijd. Nummer 5 is 2 op het hoofd. 2 op de navel. 2 op de knie. En 8 is 1 klap in je handen. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. Straks gaan we iets sneller, hè? Ik bouw het op. 5. 6. 7. En 8 was. Klap in je handen. Ietsje sneller. 1. 2. 3. En 4. 5. 6. 7. En 8. Je mag het ook iets rustiger doen natuurlijk, hè? Probeer de volgorde op te pakken. Komt-ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Even kijken, kan het nog ietsje sneller met de handen? Komt ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En weer rustig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Heel goed. Ja. Kun je nog een rondje sneller? Kijk of het lukt, hè. Concentreer je. Volgorde. Schouder, schouder. 1, 2, heup, heup. Hoofd, navel, knie. Schouder, schouder. Heup, heup. Hoofd, navel, knie. En rustig. Ja. Goed, hoor. Het is de hersenen geeft het aan, hè. Heel goed. Oké. Rijd je voor. Komt weer een rondje snel, hè? Komt-ie aan. En 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. En weer rustig. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lekker rechtop. Als je zit ook. Hartstikke goed. Oké. En rustig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hartstikke goed. En zo zie je, we kijken niet wat je niet kan, maar wel wat je wel kan. Dit is een heerlijke oefening voor de onderarmen. En ik pak er heel even dit erbij. Dit is een elastiek. En die kan je uittrekken. Als je hem niet hebt, doe je de oefeningen zonder elastiek mee. Pak hem maar zo in de lus vast. En dan klappen we de polsen open en weer dicht. Kijk, omlaag en op. Laag en op. Hou ze een beetje op spanning. Dat voel je. Dat is 1 oefening die je ermee kan doen. En zonder, doe je het gewoon zonder dat ding. Dan zit hier een openingetje. En dan kan je hem loshalen. Dat is heel handig. En dan maak je hem wat langer. Als hij langer is, dan kun je hem wat makkelijker uit elkaar trekken. Pak hem eens in de ondergreep. Zo. Dan trek je hem uit. En je komt weer terug.
terug. Op tempo. Uit en terug. Uit en terug. Lekker oefening voor de schouderspieren. Heb je hem niet? Dan kun je wat verder komen, hè, met je schouders. Doe maar mee. Naar buiten en terug. Of als je hem hebt, buiten en terug. Even ontspannen. In het begin hebben we een oefening gedaan. Als die schouders naar voren hangen. Doe maar even mee met mij. Schouders naar voren. Til armen op. Is zwaar. En weer terug. Nog een keer. Til op. En het is zwaar. Actieve houding. Kin in. Schouders laag. Handen open. En nu mag je, als je hem hebt, hem even zo in die open handen pakken. Je trekt ze iets uit elkaar. En met gestrekte armen breng je ze omhoog. Dan voel je dat het makkelijk gaat. En weer omlaag. En heb je het elastiek niet, dan doe je het gewoon met je schouders iets naar achter. En weer laag. Voel je het zo? Schouders naar achteren. Laag, kin in. Op. En weer terug. Nou, zo kun je eigenlijk een heleboel oefeningen doen, hè? Met het elastiek. Bedenk ze maar. Voor de armen. Je kunt zelfs een mus op je tenen doen. En eraan trekken. Heel veel leuke oefeningen kun je met dat elastiek doen. Leg ze maar neer. Even zo los met de handen. Open. Vingers beneden. Vuisten naar de schouders. Vuisten. En weer open handen. En vuisten. En open handen. Kin in, schouders laag. Iets naar achteren. Vuisten. En we gaan het in dubbel tempo doen. Op. En terug. Op. En terug. Op. We krijgen een nieuw muziekje. Dus daar gaan we het bij doen. En terug. Vuisten. En terug. Vuisten. En terug. En nu doen we het hand voor hand. Dus eerst de ene. En dan de andere. Coördinatie. Daar moet je bij nadenken. Alleen voor de armen. Eén. En de ander. Laatste keer. Want als nu de ene komt, gaat de ander. Kijk. Wissel. Wissel. En kijk eens of je boven kunt knijpen in de vuisten. En beneden je handen open doen. Kijk eens of dat lukt. Lukt dat nu niet? Dan probeer je het de volgende keer. Dubbel tempo. Pats, pats. Juist, probeer maar. Heerlijk. Goed hoor, Toon. Lekker. En los. Wow, dat voel je, je onderarmen. Hè? Dat voel je in je onderarmen. Vingers. Duim en wijsvinger. Fijne motoriek gaan naar elkaar. En open. Dicht en open. Dicht en open. Als het kan, gaat die dichter naar voren en open weer naar je toe. Kijk, dicht en open. Dicht en open. Dus alleen de wijsvinger, hè? Nu de middelvinger. Middelvinger, open. Allemaal oefeningen die je perfect zittend of op bed kunt doen. En je snapt het al, hè? Ringvinger, komt-ie aan. Ringvinger. En omdat je armen naar voren en achter doet, is het ook een mooie oefening voor de schouders. Pinkjes, komt-ie. Pink. Pink. Ja, heel goed. Fantastisch, zo gaat dat. We gaan zo om en om doen. Wijsvinger. Doe maar vier keer. Drie keer. Twee keer. Middelvinger vier keer. Vier. Drie. Twee. En nu de ringvinger. De ringvinger. Die doen we ook vier keer. Nog twee keer. Hartstikke goed. Pinkje, komt-ie. Pink. Yes. We gaan twee keer de wijsvinger doen. Komt-ie twee keer. Dat is één. Nog een keer. Middelvinger. Middelvinger. Komt-ie. Ringvinger twee keer. Juist. Pinkje twee keer. Om en om. Wijsvinger. Middelvinger. Ringvinger. Pinkie. Nog een keer wijsvinger. Middelvinger. Ringvinger. En de pink. En even los. Kijk. Goed, hè? Dat is nadenken. Nou, even de handen los. Even de handen los. En helemaal los. Oké, vingers in elkaar.
polsen los. Draai ze los. Nou, je mag erbij stappen als je wilt. Even vuisten op en open. Vuisten op en open. Gaat hartstikke goed hoor. Coördinatie. Vuisten naar de schouders. Armen naar voren. Spreiden. En weer laag. Nog een keer. Vuisten. Naar voren. Spreiden. En laag. Nog een keer. En naar voren. En spreiden. Dubbel tempo. Komt ie aan. En duik. Voor. Spreid. Laag. Duik. Voor. Spreid. Nog twee keer. Voor. Coördinatie, hè? En het leuke is, we kunnen ook de andere kant op bewegen. Spreiden. Rustig spreiden. En naar voren. En bogen. En laag. Nog een keer rustig spreiden. En naar voren. En buigen. En laag. En even los. We hebben kipfiletjes, dames. En ook daar, hè, hier hangen van die klabbetjes. Die gaan we nu trainen. Die gaan we nu trainen. Als het kan, mag je even gaan zitten op de stoel. Pak de stoel erbij. Dat gaat heel handig. Als je zit op de stoel, knieën uit elkaar, mag je met je romp iets naar voren komen. Ik zal een beetje schuin voordoen. Romp iets naar voren komen. Elleboog in de taille. Je strekt de armen naar achteren. En je buigt weer langs je stoel. Hè? Achter strekken en weer buigen. Strek naar achter en buigen weer. Wat goed. Ja, strek naar achter en weer buigen. Hand voor hand. Eerst de ene, terug. Ander, terug. Eerst de ene en dan de ander. Als de ene komt, gaat de ander. En omdat je buik- en rugspieren aangespannen hebt, kijk afwisselend toon. Kijk eens of dat lukt. Alsof je pompt bent. Ja, dat is hem. Heel goed. Eventjes achterstrekken. En dat voel je, je armen en je schouders. Als het kan, dubbel tempo. Komt ie aan. Pat, 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 pat. Heel goed. Nog 4, 3, 2. Oh. Ja, en als je ligt, is deze oefening moeilijker, hè? Weet je wat je dan kan doen als je ligt? Kunnen wij ook proberen. Armen omhoog. En dan buig je ze en je strekt weer. Oh, dat is ook lastig als je ligt natuurlijk, hè? Misschien komt hij dan net boven je kussen. Ik zit even te denken hoe je dit doet. Kijk maar of het lukt. Dus kijk of je kan buigen en weer strekken. Deze is lastig als je ligt. Maakt niet uit. Als je maar beweegt, weet je nog. Nou, ik ga recht zitten, want we gaan zitten en staan als oefening. Ik zit even naar mijn tijd te kijken. Hoe lang heb ik nog ongeveer? Ik kijk even hier. Hoe lang ongeveer? Wat zeg je? Oké, dan ga ik het een beetje afbouwen, want we moeten zo gaan afbouwen. Nog even het laatste, een zit-staan oefening. En dan gaan we naar de cooling down. Oké, kin in. Buik- en rugspieren aanspannen. Ik hoop dat iedereen er een stoel bij heeft. Je gaat naar voren met je romp. En je gaat heel rustig staan. Veel spieren aanspannen. Doe maar heel rustig zitten. Op de stoel. En we gaan weer rustig staan. Ietsje sneller komt ie. Op. En sta. En zit maar weer. Zonder plof. Komt ie. Op. En sta. En buik- en rugspieren aanspannen. Gaat goed, hè? Komt-ie. En sta. En rustig gaan zitten. We gaan nu opstaan. En als je je zitting aanraakt, ga je niet zitten. Maar je gaat gelijk weer staan. Doe maar mee. En kijk of dat lukt, hè? En dan voel je dat de spanning op je bovenbenen blijft. Doen we nog 4 keer. De laatste 4. En omhoog. 3 keer nog. En kom maar staan. Gaat goed hoor. En dan voel je het al. Je gaat er een beetje van hijgen. Dit zijn grote spiergroepen die we gebruiken. Hartstikke goed. En ontspan maar. Nou, schud alles maar los.
Dan mag de stoel een beetje aan de kant. Dan gaan we de cooling down doen. En je mag hem ook zittend op de stoel nemen, hoor, de cooling down. Het is geen probleem. Maar hij mag naar nummertje 21 voor de cooling down. Ja. Cooling down is altijd... Nou, dat is eventjes natuurlijk. Jij moet door al die andere muziekjes heen. Jullie kennen dit muziekje waarschijnlijk wel. En je mag meezingen als je het kent. Ja, dat is Frank Sinatra, hè. Adem in door je neus. Armen zijwaarts omhoog. En blaas uit door de mond, hè. Adem in door de neus. En blaas weer uit. Adem in. En blaas weer uit. Doe met één arm. Adem in. En blaas weer uit. Adem in. En blaas weer uit. Met twee armen geef het maar weg. En pak het weer naar je toe. En zing maar mee. I did it my way. Beetje laag, hè? Eén omhoog. En die andere erbij. En dan maak je een beetje regen zo aan de zijkant. Weer terug omlaag. Zo'n cooling down is bedoeld om je hartslag weer ietsje rustiger te maken. Andere erbij. Een beetje regen aan de zijkant. Terug omlaag. Kleine variatie. Omhoog. En die andere erbij. Dan maak je grote slingers. Voor het lichaam. Naar beneden. Met twee handen geef het weg. En pak het gewoon weer naar je toe. En zing even mee, hè. I did it my way. Even de handen naar de W van Willem. Kin in. En weer terug. Dus even om je bovenrug op te richten. Ja, even veren. En weer terug. Heel goed. Even om die actieve houding te accentueren. Hier vandaan. Twee armen omhoog. Rek je uit. Heel goed. Nog een keer. Hier van de W. En rek je uit. Heel goed. Even uitrekken. Pluk maar. Appel voor appel. Heel goed. I did it my... Zing maar, hè. Dat mag. Is goed voor je longen. Mooi. Nou, we waren hier, hè. De W van Willem. Dan voel je dat je schouders en je kin intrekt. Even naar de... Yes, de Y, hè. Ik maak een Y. En dan hand voor hand omhoog. Hou de kin ingetrokken. En dan voel je dat je de bovenrug een beetje oprekt. Dat is goed. Arm omlaag. Nou, en deze oefening kan ook iedereen doen. Schouders naar achter, kin in. Steek je kin uit. En trek hem weer maximaal in. Steek hem maar uit. En trek hem weer maximaal in. En even die bovenrug voelen. Hij komt heerlijk los. Ook heerlijk als je een tijd achter de laptop hebt zitten werken. Komt-ie. I did it my way. Fantastisch. Oké, even je handen omhoog. Achter je hoofd. Kijk of dat lukt. Je mag hand voor hand even helpen. Even rekken van de bovenarmen. Omhoog. Oké. Pak jezelf maar even vast. Dan mag je jezelf een beetje knuffelen zo. Mag jezelf ook wel eens verwennen. En los maar. Even alles los. Zing mee, hè. I did it my way. Hartstikke goed. Nou, bewegen is dus ontzettend belangrijk. Voor je botten, je spieren, je hart, je hoofd, je hersenen. Kleine oefeningen. Maar eigenlijk zit het ook al in alledaagse dingen, hè. Je kan natuurlijk altijd zelf een lekker kopje koffie gaan halen. Minder zitten en vooral minder liggen op bed, zodra het kan. Kom eruit, kom eraf, want je weet het, als je blijft liggen, rust roest. En eigenlijk is het nog erger, de term
Use it or lose it. Dat is de term. Gebruik het of raak het kwijt. De muziek even helemaal zacht. Ja, doe me uit. Heel goed. Blijf lekker bewegen, want dat is belangrijk. Kom van je bed af. Lekker in beweging komen, want alles wat je niet meer gebruikt, holt achteruit. We weten het. Ga lekker even bij de buurvrouw kletsen. Lekker een stukje op de gang wandelen. Hartstikke belangrijk. Nou, ik wil jullie bedanken hier. Toon, Annemarie, Yvonne. Geweldig dat jullie mee hebben gedaan. En ik hoop natuurlijk dat jullie heel veel van die oefeningen gaan doen. Blijven doen. En ook, ja, Nederland in Beweging kun je altijd blijven doen. Hè? Bedankt voor het kijken. En bedankt voor het meedoen. Doei. Helemaal goed.